Ja, ik heb ten eerste de film geschreven voor Isaka op maat. Dus ik wist al van in het begin dat hij de hoofdrol zou spelen. Dan voor de vrouw, voor Stefania Rocca, ben ik op zoek gegaan naar zo'n type vrouw van vroeger, die mij als jonge man fascineerden. Zo type Monica Vitti of Jacqueline Bisset. Zo een vrouw die gesofisticeerd is, maar toch gelaagd, toch van vlees en bloed, bijna uiteindelijk een huisvrouw. En Stefania Rocca heb ik gezien in Le Candidat van Niels Oostrup en ik vond haar geknipt voor die rol. Want het is niet gemakkelijk om een vrouw van die generatie te vinden voor zo'n rol. Het blijkt dat er een gat is in de macht momenteel. En ben ik zo blij met de keuze dat ik gemaakt heb van Stefania Rocca, die in Italië een ster is en internationaal nu begint door te breken. Hij heeft al een paar keer in twee films van Abel Ferrara en met Willem Dafoe gewerkt. Een droom om mee samen te werken. Ja. Ja.